Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven Nederland, maar de zon schijnt toch vanochtend ook al geregeld tussen de wolken door. Maar er vallen op sommige plaatsen ook een paar buien. Dat is vanochtend vooral in het midden en oosten van het land het geval. En daarbij ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden en staat er niet al te veel wind. Ook vanmiddag staat er niet veel wind. Dan kunnen op meerdere plaatsen buien vallen en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. Vanavond valt er nog steeds een bui, er zijn ook opklaringen en de temperatuur gaat dalen naar 19 tot 21 graden. En ook vanavond staat er weinig wind. En morgen verandert er weinig, er is een afwisseling van zon, wolkenvelden en een paar buien met kans op onweer. De wind trekt wel aan en draait naar het noordwesten en het wordt opnieuw zomers warm met 23 tot 25 graden. Maandag en dinsdag vallen nog een paar buien. Temperatuur gaat omlaag naar 21 tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt de buienkans geleidelijk aan kleiner. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.